Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mijn kinderspeelgoed. Vandaag heb ik een vergelijking en dat is wel eentje tussen deze kotsende Gudetama smiley, dat eigeel, en ook deze. Dit is zo'n varkentje dat slijm kan opzuigen. Ze hebben allebei dus dezelfde eigenschap en de Gudetama heeft zijn eigen gele slijm en dit varkentje heeft groen slijm. Dat ook gelijk een beetje doet denken aan snot dat uit zijn neus komt. En dit speelgoed kan allebei slijm uitspugen of ook weer opzuigen. En dat ga ik vandaag nog eens eventjes demonstreren en vergelijken. Welk diertje of welk speelgoed is beter? Ik zal dus eens een testje doen en we gaan eens beginnen met de Gudetama, denk ik. Die hebben we al laten zien en dat is Japans speelgoed. Dit moet eigeel voorstellen. Ik denk dat dit ook het vloeibare eigeel wat eruit loopt. En dit is een varkentje. Die zat in die XXL ballon. En die video kun je ook nog bekijken. Want dat was een verrassingsballon en daar zat dit varkentje in. Dan gaan we nu eens eventjes de test in de praktijk doen. Gudetama versus het varkentje. Ja, ik denk dat ik het zo ga doen. Elk speelgoed heeft 3 pogingen om het slijm op te zuigen. Gudetama die mag beginnen, zo knijpen, dan vastzetten. Nee. Dat was poging 1. Dat was poging 2. Het lukte nog steeds niet, was maar een heel klein beetje. Dat was 3. Oké, er was redelijk wat ingekomen, maar niet zo heel erg veel. Dus ja, Gudetama heeft het er een beetje moeilijk mee vandaag. Oh ja, ja, dit is beter geloof ik. Nee. Toch niet helemaal. Dat waren al 4 pogingen. Oké, bij de 5e poging is het eindelijk gelukt. Na 5 pogingen heeft hij al het slijm opgezogen. Dan gaan we nu even verder met dit snotvarkentje. Dus ik zal het slijm er eventjes uithalen. Zo, nu is het varkentje bijna leeg. Er zit nog een klein snotje in zijn neus. Oké, Gudetama had dus 5 pogingen nodig. Nu dit varkentje. Oh, kijk nou. Bij het varkentje gaat het toch een stuk beter. Ik weet niet zo goed waarom. Bij de eerste poging lukt het al. Eens kijken hoe vaak het gaat lukken in 3 pogingen. Oké, dus poging 1 hebben we gehad, nu poging 2. Eigenlijk hoef je ook helemaal niks doen, want hij zuigt gewoon zelf het slijm op. Hop! Oké, de tweede poging is ook goed gelukt. Ik denk dat onze Gudetama het toch wel af moet leggen. Dan de derde poging. Dat ziet er ook weer hartstikke goed uit. Zo, dus met dat varkentje lukt dat echt een stuk beter. Zo lijkt het in ieder geval wel. Dan nu nog een andere discipline. Ik ga namelijk het slijm wisselen, dus misschien ligt het wel aan het slijm. Want ik heb het idee dat dat van de Gudetama van wat slechtere kwaliteit is. En die is ook niet zo nat als het groene slijm. Dus Gudetama mag het ook eens eventjes proberen met het varkentje slijm. Wordt dat wat? Beetje helpen. Ja, dat ziet er wel een stuk beter uit. En nu werkt het wel al gelijk na de eerste poging. Het gaat niet zomaar. Niet zo vanzelf als bij het varkentje. Je moet Gudetama wel een beetje helpen met het opzuigen van het slijm. Oké. Dus wat we wel kunnen concluderen is dat dit een stuk beter gaat dan bij de eerste keer met het Gudetama slijm. En nu gaan we het even andersom proberen. Dan mag dit varkentje dit slijm proberen op te zuigen. En of dat werkt?
Oh. Het gaat ietsje lastiger, maar toch werkt het ook wel. Uw, dat zag er vies uit. Dus bij het snotvarkertje werkt het overal een stuk beter dan bij de Gudetama. En het varkertje heeft dus ook gewonnen. Ik vind ze allebei wel grappig. Het is van beide een leuk idee. Bij het zwijntje, het varkentje, komt het slijm uit zijn neus. En bij de Gudetama ziet het er eerder uit alsof hij moet overgeven. Dus het is een beetje kots tegenover snot. En ik zou zeggen, snot heeft gewonnen deze keer. Ik hoop dat jullie de vergelijking leuk vonden. En laat maar weten in de reacties wat jullie leuker vinden. Is dat Gudetama of is dat het snotvarkentje? Dat kun je dan even bedenken. En misschien ook wat je leuker vindt en wat cooler. Het varkentje heeft in ieder geval gewonnen. Als je het leuk vond, geef dan een duimpje omhoog. En abonneer ook op het kanaal. Dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!